ben Kenau Hasselaar. Nu op leeftijd, maar ik heb een rijke geschiedenis. Ik woon in Haarlem. Ik ben in 1544 getrouwd met Nanning Gerbrands. Hij was timmerman. Ik heb zijn timmerwerkplaats overgenomen en daar werk ik nu mee aan de verdedigingswerken tegen de Spanjolen. Ze zeggen dat de Spanjaarden hier al binnen een paar weken voor de poorten kunnen liggen. Wij moeten ons verzetten tegen die paapse decadentie en corruptie. En het geloof moet weer van ons worden, van de gewone mensen. We moeten de poort dichtgooien en versterken. Een plan maken. We hebben geen tijd te verliezen. Met alle respect, ik heb hier de leiding. Mijn naam is Wigbold Ripperda. Ik heb hier de leiding tijdens het beleg van Haarlem. Zo heb ik gehoord dat er wordt gesproken over een Kenau. Een bijzonder krachtige vrouw. Ze helpt ons met het versterken van de verdedigingswerken. En dat is ook een figuur die zo'n zwaard oppakt. Ook veel vrouwen helpen mee. Maar het is zwaar, het is heel zwaar. Aan de Kenau hebben we een goeie aan. Ik zou willen dat elke soldaat uit zo'n hout gesneden was. Over hout gesproken, dan blijft dat voer gewoon met een bootje op en neer naar Scandinavië. Timmeren kan ze ook nog. Het is ongelooflijk. Wat een vrouw. Wat een timmervrouw, zou ik bijna zeggen. Ze besloten alles op alles te zetten om Alkmaar te redden. Je bedoelt dat hij Haarlem heeft opgegeven? Als Alkmaar ook wordt ingenomen, dan is het hele noorden verloren. Het is nu 12 juli. In het jaar van de Heer 1573. En dit zullen mijn laatste woorden zijn. We hebben 240.000 florijnen betaald aan de Spanjolen. En in ruil daarvoor mogen de burgers gaan en wordt de stad gespaard. Dit zijn mijn laatste uren. Mijn laatste dag. Het is warm en broeierig vandaag. Vandaag, 12 juli. Het jaar van de Heer, 1573. Alles wat mij zo lief is en waarvoor ik heb gestreden... lijkt verloren. Ik heb gedaan wat ik kon. Mijn rug recht gehouden. Met teer en kokend water getracht de Spanjolen buiten onze muren te houden. Maar God heeft een ander plan. Mijn geloof in Hem. Nog even fier en krachtig als een lengte eikenhout. Terwijl we wegliepen van mijn zo geliefde stad, de polder in, hoorde ik het geschreeuw van Wigbolds mannen. Die afgeslacht werden. Er gaan verhalen de ronde dat de beul zijn zwaard niet meer kon dragen. Zoveel had hij er afgeslacht. Mijn geliefde Spaarne, mijn God, vol met lijken van onze mannen. God hebben hun ziel. Zij hebben voor de juiste zaak gevochten en ooit zal alles anders zijn. De schimpscheuten over mijn gedrag zijn verstomd. Mijn God, ik heb gedaan wat ik kon. 4 le jeu. Lang leven de geuzen.
Het is nu 1588. Dit jaar ga ik met de boot naar Noorwegen om hout te halen. Ik hoop dat het goed komt. Op hoop van zegen.